Geweldig, broeders en zusters, dat ik weer in uw midden mag zijn. Dat is geweldig, want Heer is er nog in ons midden. Dus daar mogen we ook verheugd zijn. Dat we hier zo nog in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. Rondom het woord. En we hebben de Heer groot gemaakt met lofprijzing. En ook met gebed om de Heer groot in te maken en te danken. En broeders en zusters, u weet allemaal wat er op het ogenblik ook zo'n beetje in de wereld speelt en aan de hand is. De wereld staat eigenlijk bekend, zag je dan, in brand met de enorme grote problemen en enorm wat er allemaal aan de hand is. En het journaal, die zijn er helemaal vol van. Dan weet je wat wij hebben vanuit Gods woord. Wij hebben een goede boodschap vanuit Gods woord. We moeten de Bijbel moeten we aanvaren. En dat is onze leidraad voor ons leven. Want als we ons eigenlijk helemaal laten leiden, wat we allemaal mee geconfronteerd worden, broeders en zusters. En het is verschrikkelijk. Ik onderschat het echt niet, want het is heel pijnlijk. Maar als ik hier sta bij u, en ik word erbij bepaald dat we nog in vrijheid nog ons geloof mogen belijden. Jezus, onze Heer en zaligmaker en redder en verlosser is, wat is nog rijk in alle vrijheid. In grote lijnen hebben we in Nederland nog voldoende voedsel, omdat de akkers nog voldoende voedsel produceren voor het land. We hebben zelfs zoveel dat we mogen exporteren naar andere landen die weer minder in tekort hebben. Dus eigenlijk op het gebied van voedsel zijn we nog rijk gezegend in Nederland. Maar ook dat we nog in vrijheid ons mogen uiten. Wat is het nog een rijkdom om zo bij elkaar te mogen komen rondom Gods woord. Maar ik moet er ook aan denken, vroeger. Heel vroeger toen de apostelen rondgingen, de apostel Paulus toen hij rondging, dan ging allemaal nog te voet. En tegenwoordig in onze maatschappij, we zijn zo mobiel geworden. De vliegtuigen die doorkruisen het luchtruim, de vandaan naar alle continenten. Het is allemaal zo gigantisch snel gaat het. Er zijn nieuwe technische ontwikkelingen. Met een gewoon telefoontje wat ik nog heb. Ik heb gewoon een eenvoudig mobieltje. Is voor mij voldoende. Maar tegenwoordig, ik weet niet waar ze allemaal mee uitspoken. Met die moderne zaken. Met al die schermpjes en alles. Wat ze allemaal mee kunnen doen. Gigantisch. Maar broeders en zusters. De andere zijde is. Je kan gewoon helemaal gevolgd en getraceerd worden door al die moderne technieken. Dit hebben allemaal een koppeling. Dus hebben we allemaal weer een keerzijde. Maar ik ben hier vanavond naar u toegekomen om het woord te mogen brengen wat de Heer op mijn hart gelegd heeft. En dat is een prachtig bemoedigend woord. Want u heeft allemaal uw problemen, u heeft allemaal uw pijnpunten, u heeft allemaal al uw spanningen meegemaakt of u zit er nog middenin. Want dat is niet gemakkelijk. Maar als we Gods woord gaan lezen, dan worden we bemoedigd. Maar vroeger was het ook niet alles vanzelf. En heerlijk op mijn hart om te lezen. Handelingen, hoofdstuk 16, de versen 19 tot 33. En dat gaat over de gevangenenbewaarder in Filippi. En dat is een hele bijzondere boodschap, een hele bijzondere diepgang die je ook kunt vertalen naar de huidige tijd waarin we nu leven. Dat ga ik u voorlezen. Handelingen 16, de versen 19 tot 33. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen ze hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Ook de menigte scholden tegen hen samen. En de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geeselen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. En na deze soort bevel ontvangen had, zitten hen in de binnenste kerken en sloot hun voeten zorgvuldig in blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof en de gevangenen luisterden naar hen.
Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van alle raakten los en de bewaarder uit zijn slaap opgeschrikt. Was op het punt om zelf moord te plegen in de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En hij liet licht brengen, sprong naar binnen, wierp zich bevende over al zijn leden voor Paulus en Silas neder. En hij leidde hen naar buiten en zeide: heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En ze zeiden: stel uw vertrouwen op de Heere Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En ze spraken het woord Gods tot hem in de tegenwoordigheid van allen die in zijn huis waren. En in hetzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen. En hij liet zichzelf en alle zijnen terstond dopen. Nou, dat is toch geweldig, want hij nam ze ook mee naar boven naar zijn huis en richtte een tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met zijn hele huis tot het geloof in God gekomen was. Broeders en zusters, van een geweldige boodschap vanuit de apostel Paulus. En dat is ook die hebben ook heel veel meegemaakt door heel zijn leven heen. Ook veel, die hebben ook enorm gereisd. En daar moeten wij ook zo dankbaar zijn. Ook naar Gods volk, naar het Joodse volk vanuit Israël. Want daar is het heil ook verkondigd. Want hij trok over heel de toenmalige bekende regio van de wereld, trok hij doorheen. En hij verkondigde het evangelie. En er kwam een mens tot geloof. Dat is een geweldige tijd was dat. En echt een opwekkingstijd. Overal waar hij kwam gebeurden de wonderen en tekenen van onze Heer en Heiland. En weet je wat wonder is? Dan mag ik ook spreken vanuit Gods woord. God is niet veranderd. Hij is heden ten dagen nog steeds hetzelfde. En de mensen zijn veranderd. En de mensen zijn zogenaamd kundiger geworden. De mensen zijn zogenaamd wijzer geworden. Dus met het verstand wat ze ontvangen hebben, denken ze onderaan Gods woord te kunnen ontleden. Zoals een slager onderaan zijn vlees ontleedt. Maar zo werkt het niet. Je moet geloven wat er staat. En als je gaat geloven wat er staat, broeders en zusters, dan ontvang je de kracht, dan ontvang je de Heilige Geest en de zalving. Want dat is de kracht van de lofprijzing, wat ook hier tevoren ook gedaan hebben om de Heer te loven en te prijzen. Heb je zo nodig, want ik weet helemaal niet u precies omstandigheden zoals u bent. U bent allemaal gekomen, ieder met een aparte achtergrond, met een apart leven achter u. Maar één ding zijn verbonden in de Heer, om hem te loven en te prijzen en te danken. Maar onthoud één ding, als je pijn hebt, ben je niet de enige. Er zijn meerdere mensen met verdriet in de leven, met rouw in de leven, met pijn in de leven. Dat is voor vele mensen. Maar weet je, waar komt je kracht vandaan? Ga die kracht zoeken vanuit jezelf of mensen en tracht eroverheen te komen. Maar als jij overgeeft aan ons Heer Jezus Christus, die op het kruis op Golgotha zijn leven gegeven heeft, als jij het daar overgeeft, dan zul je de troost en de kracht gaan ontvangen om te overwinnen. Niet in uw eigen naam, echt niet. Maar in de naam van Jezus, in de autoriteit van Jezus' naam. En dat moet u doen. Maar het is ook een leerproces. Als u pas tot geloof mag komen, tot bekering. En je mag ook de Heer Jezus ook vragen in uw hart te komen. En dat u uw oude leven aan hem overgeeft. En dan komt hij in u. Hij ontvangt de Heilige Geest. En dan gaat het stromen. Dan komt de blijdschap en de vrede. Dat noemen wij de eerste liefde. Zoals een jong stel, of ook wel zijn oude stel, zoals die dan pas getrouwd is. En het stroomt ze door erheen, die eerste liefde. Zo is het ook met u. Als je tot geloof komt, die eerste liefde, dan voel je zo'n blijdschap. Mensen die in de verslaving gezeten hebben, en het heel moeilijk gehad hebben, en die zaken gedaan hebben, die God en
in zijn woord totaal verbiedt. Maar God had een plan met die mensen. Ze zijn tot bekering gekomen. Ze hebben iemand op hun pad gekregen. Ze zijn in contact gekomen met Gods woord. Met mensen die het getuigenis in hun hart hadden. Maar ook uitspraken met de mond. Want dat is ook zo, weet je toch wel. Als je hart, waar je hart vol van is, loopt je mond van over. Amen. En dat geldt voor ons allemaal. Als je een jong, klein kind net jarig geweest is en hij een cadeautje gehad. Nou, dan springt hij een gat in de lucht en gaat iedereen vertellen. Weet je wel wat ik gehad heb voor mijn verjaardag? Zo blij is hij. Maar zo moeten wij ook worden als een kind. Kindelijk blij van wat de Heer Jezus ons het offer gebracht heeft. En dan hebben we de moeilijkheden. Heb ik persoonlijk ook gehad. Ga ik niet over uitweiden. Want velen weten het ook van mij. Maar we hebben allemaal een levensboek. Maar wat is het geweldig. En dan word je zo ontroerd van en zo dankbaar naar onze hemelse Heer en Heiland dat hij je vastgehouden heeft toen het moeilijk was. U kent toch die kaart wel van die voetstap in het zand, ken u die? Hey, dan dat je denkt, ik heb alles alleen moeten dragen, waar was de Heer? Ik heb hem nergens gezien. En dan kom je achter. Maar en toch, hij was naast me, hij liep naast me, hij was bij me. En dat kom je naderaan van achter. Maar op het moment zelf kan je dan wel eens gaan rebelleren. Kan je zeggen, Heer, wat bent u? Wat bent u? Ik heb het toch zo moeilijk. Je moest weten wat ik allemaal meemaak op dit moment. Maar dat hebben we ook met apostel Paulus gezien. Hij deed goed werk. Die slavin die was bezet door duistere, demonische, satanische machten. En daardoor ontving ze de geest van waarzeggerij. Maar het was vanuit het rijk der duisternis. Want die vrouw zelf, die was helemaal gewonden. Maar degene waar ze de slavin van was, die vulde de zakken met geld. Want die ontving een geld voor de waarzeggerij die deze vrouw uitsprak. En wat gebeurde er? De apostel Paulus was bewogen ook met die vrouw. En die vrouw, die riep ook letterlijk de waarheid ook achter hem aan. Die riep ook van dat hun ook gezanten van de Heer waren. En op een gegeven moment ging het gewoon, de apostel Paulus ook, dat hij zat werd iedere keer er ook zo mee geconfronteerd te worden met die vrouw. En hij draait ze om. En hij zet ze vrij in Jezus' naam. En al die duistere machten en krachten waar ze door gebonden was door bezet was, die vlogen weg. Want onder de kracht van Jezus' naam moeten ze verdwijnen. En moeten ze wijken. En wat gebeurt er nou? Dan zou ik denken, de mensen om er heen, die zullen blij wezen, want die vrouw is vrijgekomen. Maar niks is minder waar. Maar geld is toch vroeger al tegenwoordig. Maar vroeger was geld ook een behoorlijke machtsfactor. En toen ze geen geld meer verdienden, de eigenaars, aan de slavin, wat deden ze toen? Ze pakten Paulus en Silas beet en ze sleepten ze voor het gerecht. Want ze waren boos. De inkomstenbron was opgedroogd. En zo is het vandaag en dag in de tijd waarin we leven. Veel mensen die zijn alleen maar gefocust. Als ik het maar heb. Als ik maar een goed inkomen heb. Als ik maar verdient. En als die ander dan ongelukkig is. Maakt mij niet uit. Als ik het maar heb. Maar weet je wat nou het geheim is van het geven? En daar heb ik een boer ook mee te maken. Van zaaien en oogsten. Want je zaait. Als je liefde zaait. En je zaait tevreden. En de blijdschap. En ook wat Stefanie ook net getuigde van. Ook geven, delen met de mensen die het minder hebben, met vluchtelingen die beroerd zijn. En als je daar ook mee gaat delen en gaat geven, God zegent het. Hij heeft ook de blijmoedige gegeven, lief, staat ook in zijn woord. Amen. En wat is het geweldig, toen je ook zo ook ziet, die geschiedenis ook van Paulus. Hij gaf het, maar en zo moet men ons wezen, met ons geven. Maar als wij gezaaid hebben, en wat is het heerlijk, ook binnen een huwelijk. Als je ook je vrouw of je man gelukkig kan maken. En je ziet die ogen stralen. Dat is toch fantastisch. Dat is zo'n beloning. Dan word je nog enthousiaster. Ga je nog meer door. Geven. Want je komt erachter. Geven is juist weer terug ontvangen. In liefde verbonden. In vrede. Want de liefde en de vrede waar ik nu over spreek. Ah, die kun je de supermarkt niet kopen. Dat is niet te kopen in de supermarkt. Maar die geeft God. Vanuit zijn Heilige Geest, vanuit zijn woord. Die vrede en die liefde en die blijdschap. En heb je geen egoïsme? Nee, dan ga je met plezier ga je geven.
omdat je ziet dat een ander ook erdoor opgebouwd wordt en dat hij blij is. En we zien ook met die geschiedenis, die gaat zo verder. Apostel Paulus, hij kreeg in de gevangenis nog niet terecht. Wij kunnen ook vervolgd worden, dat we ook terechtkomen op plaatsen waar we niet uit ons eigen vrijwillig zullen zoeken. Maar weet één ding, God zal ons nooit verlaten. Ik zal u een paar tekstgedeeltes nog meegeven. Maar het is zo bijzonder. Paulus die kwam in de narigheid, zou hij zeggen. Het was niet goed met hem, zou we zeggen. Want hij is gevangen en hij zit in de kerker. En hij zit in het blok, in de boeien, aan de ketens gebonden. De deur hermetisch dicht. Alles was hermetisch gesloten. En dat was geen hotel met 5 sterren. De gevangenissen van vroeger, dat waren echt holen, dat waren echt kerkers onder in de grond. Nou, dat was echt geen pretje wat daar allemaal om daarin te moeten vertoeven. Maar hij zat er. En wat gebeurt er nou? Door die moeilijkheden heen kreeg je ineens zicht op de Heer. En hij ging zeggen verblijden, omdat hij ervoer, Jezus heeft voor mij zijn leven gegeven. Heeft alle smaad en spot verdragen, zelfs striemen. En zijn leven zelfs gegeven voor mij behoud. Dat ik eeuwig ook bij de Heer mag komen in zijn koninkrijk. En toen dat door hem heen ging stromen, toen ging hij, ondanks de moeilijkheden, ging hij lofprijzen. Ging hij de Heer loven en prijzen en danken voor wie hij was. En dat ging zo, die zalving ging zo door die wel een gewelf heen. En die andere medegevangenen moeten wel gedacht hebben. Maar die zijn dimmen en tik en gestoord. Die gaan, terwijl ze het ellendig zitten in de boeien, ze kennen geen kant op. En ze gaan nou zitten loven en prijzen en zitten danken en God groeten te maken. En toen gebeurt het wonder. En God is niet veranderd, want hij zegt maar steeds in zijn woord. Johannes 14, versen 12 tot 14. Dat de wonderen en tekenen die zullen de gelovigen volgen. Dus wat de geschiedenis die we nu behandelen vanuit Gods woord van apostel Paulus en Silas. Er kwam een aardbeving en de hele zaak begon te schudden. De deur vloog open, de boeien gingen los. Al de blokken waar ze in zaten met de voeten in het blok letterlijk, alles ging open en los en zaten vrij. Ze konden zo wegrennen. Maar deze niet, nee, ze bleven in de kerken, op de plaats, al de gevangenen. En de gevangenbewaarder hebben ook de aardbeving gehoord en gemerkt natuurlijk. En die kwam van schrik uit zijn huis draven. En die zag er wat er gebeurd was. Oh, ook met menselijk verstand. Dat is fout te boel. Want geen ene gevangen die blijft zitten als die los is. Die gaat er zo snel mogelijk en zijn haast er vandoor. Zo snel mogelijk. En wat, hoe moet ik dat overbrengen aan mijn superieuren? Aan degene waar ik onder sta? En je wou een eind aan zijn leven maken. En de apostel Paulus die roept vanuit het donker, vanuit de kerken. Doe u zelf geen kwaad, want we zijn allemaal nog hier. En toen liet hij licht brengen en liet de gevangenis in. En dan zag ze allemaal loszitten. Allemaal vrij, bevrijd van de boeien. Nou, en hij wist wel, dat is een wonder, want dat is gewoon boven natuurlijk. Dat kan niet. En hij raakte zo onder de indruk. Dat hij Paulus vroeg bevende, wat moet ik doen om behouden te worden? Amen. Want hij dacht ook aan zijn eeuwig leven toch ineens om behouden te worden. Hij zag, daar is een kracht Gods, daar is een geholpen zijn door een God waar alles mogelijk is, die alles in zijn hand heeft en die dat maar een kleinigheid is en er gebeuren deze wonderen. En die man, die geeft zijn over. En de apostel Paulus, die mag het evangelie uitleggen. En wat zegt hij? Wat is ook tegen om nog gedoopt te worden? Dus ze kwamen tot bekering en nog ze dezelfde nacht werden ze ook nog gedoopt. Dus het is ook zo, als Gods woord zegt, broeders en zusters, het is tot bekering komen, het is geloven, belijden, Jezus mijn Heer, je geeft je over aan Jezus, dat je dat belijdt. Maar dan zegt hij ook, het is een daad van gehoorzaamheid. Laat je dopen. Geloven en dopen is in ene lijn. En wat gebeurt er? In diezelfde nacht. Ze kwamen tot geloof. Ze werden voor eeuwig gered.
door een getuigenis, door de Heer Jezus aan te nemen. En ze werden nog gelijk, gingen ze kopje onder om te laten zien, de oude leven afwassen, in het watergraf en op te staan, vernieuwd met de Heer Jezus. Nou, ik geloof, daar is een blijdschap door de gezin heen gegaan. Nou, dat is gigantisch geweest. En toen is het gelijk feest geworden, want ze werden uitgenodigd en ze kregen allemaal eten en drinken. En heerlijk eten. En ze mochten daar ook allemaal van genieten. Maar ik vind het zo bijzonder, broeders en zusters. Wij hebben het zoveel dat we mogen getuigen, dat we mogen spreken. Dat we ook mensen een middel mogen zijn in Gods hand om mensen tot de Heer te leiden. Dat ze zich overgeven. En dan duurt het meestal weer een bepaalde tijd eer ze weer zover komen om zich te laten dopen door onderdompeling. Dan is er met weer een tijd nodig. En dan komt er weer een tijd achteraan van het is bekeerlingen maken, maar dan kom je op het niveau van discipelen maken om de Heer te gaan dienen. Dus bekering, Heer Jezus aannemen, dopen, maar dan om discipel te zijn, om de Heer ook te gaan dienen, letterlijk met je leven, met je houding, met alles. Dan de mensen zullen zien, hé, wat je daar allemaal ziet, dat is bijzonder, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dat de mensen verwonderd gaan worden om wat ze allemaal zien. En als ik ook zo kijk, de apostel Paulus die zegt ook, hij zegt, hoe niet denken dat ik het allemaal ook voor de wind ga. Want dan zegt hij ook in Filippenzen hoofdstuk 4, de versen 12 en 13. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. En in elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. En ook die prachtige gedeelte wat achter staat, Filippenzen 3 vers 14. Ik vermag alle dingen in, nee 4 vers 13. Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Dat is toch geweldig, want Hij geeft alle kracht om te overwinnen. Amen. Door moeilijkheden heen. En nu zal ik ook wat persoonlijks vertellen, ook van mijn leven. Heel lang geleden alweer, broeders en zusters. Want ik mag nu alweer een behoorlijke leeftijd bereikt hebben in de Heer verbonden. Waar ik heel dankbaar voor ben dat ik het allemaal nog mag meemaken. En ook het woord zo mag brengen. Maar toen ik nog op de spruitenoogstmachine zat. Toen ik nog in het land aan het oosten was. En dan praat ik over, ik denk van 30 jaar geleden. Toen had je nog die grote machines, die rupsen met 2, 3 en tot 6 rijen toe. Toen had ik nog het begin van die mechanisatie, net zoals als er nu geconfronteerd wordt, dan had ik ook het begin gehad met de mobieltjes en dan een iPod of iPod, weet ik het, en je nog veel verder, ik ken al die namen niet, dus dat gaat een beetje boven mijn pet weer. Maar in ieder geval, dat die ontwikkeling, maar ik heb wel die ontwikkeling meegemaakt, dat ik met een eenrijige struitenplukker begon in het land. En als ik daarop begon te rijden, broers en zussen, voel ik mij de koning te rijden. Want ik heb de tijd meegemaakt met de hand, met emmertje. Een emmertje vol plukken. Voor iedere stok moest je buigen en moest je met de hand plukken in de emmer. En dan had je van die grote zakken bij je. En dan gooi je een emmer weer leeg. En dan met een zak van 60 kilo. Dan liep je een heel eind het land uit. Want er mocht ook geen trekker in of geen wagen aankomen. Nee, die zou een spoor in de grond kunnen rijden. Dat mocht niet, want die grond moest gespaard worden. Maar dat de boer zelf zei, wil met jou aan die zak spruiten, dat gaf niet. Dat was vroeger gewoon zo, broeders en zusters. Dus ik was op de koning te rijden. Toen ik met een eenrijtje zelfstandig kon plukken met een bunker die erachter en die snee zelf. En dan kon ik zo oogsten en in de bunker en ik liep niks met sjouwen. Maar nu gebeurt het. Want u weet, in de winterdag heb je ook vorst. Dat is normaal als het goed is. Tegenwoordig is het wel eens abnormaal dat we geen vorst hebben. Maar normaal hebben we zwins vorst. Maar deze keer was het een harde, ingrijpende vorst. Zo rond in het begin januari. En dan gaf het op. Het zou heel hard gaan vriezen. Boven de 15 graden kon het al gaan vriezen. En dat wisten wij. Dat kan de plant niet tegen. Dat kan die spruiten staan, die kan er niet tegen. Zoals wij in ons leven ook problemen hebben. Dat we van onszelf weten. En als die waarde in ons lichaam bepaalde en te boven gaat, dan houdt het leven ook op. Dus we weten gewoon, maar zo weten wij op gebied van akkerbouw en spruiten, boven de 15 graden, of als het kouder wordt,
dan verlies je het merg dood en dan is het over, einde. En dan is het geen oogst meer. En ik was bezig, ik was het oogsten. En ik was aan de voorrecht bezig daar, dat was zo'n dijk, zo'n polder. Had die dijkhuizen en zeg je, allemaal die gezellige lichtjes branden. Allemaal natuurlijk van allemaal gelukkig getrouwde mensen met gezinnetjes, weet je wel. En allemaal dat licht branden. En ik zat buiten in de kou, was het oogsten en zo aan de rondjes te draaien natuurlijk, om de oogst binnen te halen. Voor je gezin, om je levensonderhoud te verdienen. Daar is niks mis mee. Want er zegt Gods woord ook, in het zweet des aanzijns zult u uw brood verdienen. Want in deze keer was het kouder, maar je moest wel actie, je moest doen, je moest gaan. En ik was bezig en begon te vriezen. En koud, mijn tas was leeg, mijn koffie was op, mijn brood was op, ik had niks meer. En de reek, en ik kreeg meelaat met mezelf. Het werd zo 11 uur s'avonds en ik zag lieverlee al die licht uitgaan aan de dijkhuizen. Al die mensen, ja, die gingen heerlijk naar de warme bed en die trokken lekker een paar warme dingen overheen. En ik, die arme boer, zat maar te plukken in het land. Dus ik kreeg echt zelf meelijden, broeders en zusters, echt. Als je zo ziet voor je en de rij is zo rustig. Maar ik had wel, en nog toen de tijd had ik wel een radio op die machine zo, dat je gewoon het nieuws alles kon luisteren. En weet je wat wonder was, nou ga ik niet echt een wonder vertellen, wat ik zelf zo ervaren. Toen had je de EO, had je toen ook al. En die had een programma midden in de nacht. En dat begon meestal rond een uur of twee, een uur lang. Dat noemen ze een lied in de nacht. Allemaal geestelijke liederen. Dus ik had hem aanstaan. Het eerste geestelijke lied begint. En er begint te golven over die spruitenveld waar ik in mijn eentje aan het rijden was. Het begon nog een klein beetje sneeuw. Dus ik dacht, oh, dat is romantisch. Kijk eens, al die sneeuwvolkjes om beneden. Maar dan wordt echt koud. Want het trekt nog meer koud dan die sneeuwvolkjes. Dus maar ik reed door. Maar de liederen, die begonnen mijn hart te raken. Ik zit er aan, nog een beetje harder. Dat hele is pol, galm onderaan van de muziek om de Heer groot te maken. En er ging zo stromen door me heen. Letterlijk, broeders en zusters. Kou was weg. Alles weg. En ik reed door met een blijdschap. Ja, geweldig. Gelukkig weet ik nog wat het is, die blijdschap in de Heer verbonden. Maar dat heb ik toen al meegemaakt. Dus ik weet gewoon, al heb je het moeilijk en je hebt je omstandigheden, al zit je gevangen in de kerken van moeilijkheden, van pijn. Maar als God door je heen stroomt, met zijn liefde, met de geestelijke lieder in dit geval, dan stijg je letterlijk op boven je omstandigheden. Amen. En dat hebben we allemaal nodig. Ieder zoals we hier zijn, hebben dat nodig. De iedere keer dat God ons zo doorstroomt, he, dat heb je ook in Johannes 7 vers 38, staat ook in, dat stromen van levend water zullen door je binnenste vloeien, zegt de Heer. Nou, dat is toch geweldig? En als je het krijgt, dan verdwijnen de omstandigheden en de pijnpunten waar je in zit. Het is met verstand van de verstandige mensen niet te begrijpen. En daar moeten wij worden. Als de kleine kinderen ontvankelijk, eenvoudig en Gods woord aannemen als vast en zeker. En hij geeft dan de kracht om te overwinnen. Want dat is ook zo mooi als je op Filippenzen 3 vers 14 hebt. Dat vind ik ook een heel prachtig vers. Ik kan ook een hele keren gebruiken dat vers. Maar als ik wel eens ergens naartoe ging ook. Want ik hou van snelheid, broeders en zusters. Maar er staat ook, maar één ding doe ik. Vergeten het, Filippenzen 3, vers 14. Maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel. Om de prijs te roepen Gods die van boven is in Christus Jezus. En dat is niet lang achterover leunen en zomaar gemakzuchten. Nee, jagen, streven. De apostel Paulus zegt ook, je moet ook hard lopen. Hij zegt, dat is ook maar één die de wedstrijd kan winnen. Maar het heeft altijd te maken met actie, met doen. We leven ook in een tijd, dan een hoop bedrijven die nemen een stressmanagement aan, programma, om de mensen nog een beetje binnen de kanalen te houden, want die worden er met zo
beheerst door de spanning in het bedrijf. En de druk die erop staat op de productie. Want dat moet en dat moet en dat moet. En de mensen die kunnen het dan niet meer verwerken. En komen ze in een stresssituatie terecht. En er gebeurt heel veel. En we hebben veel bedrijven al gedaan, wat ik net verwoordde. De stressmanagement ingesteld. Dat ze daar door onderwezen worden om te proberen. Om ze binnen de perken te houden. Dat ze niet onder de omstandigheden doorgaan. Maar weet je wat het is? Onze grote tegenstander, de Satan, die zal onze spanning en onze angst juist gebruiken en die twijfel om ons uit te putten, dat je in de depressiviteit, in de somberheid terechtkomt. En dan word je gebonden door al deze zaken. En daarom zijn ook tegenwoordig ook heel veel mensen depressief. Gewoon van de spanningen, die kunnen het niet meer verwerken. Want als je goed op je inlaat werken, de nieuwsjournaals, die geven meestal geen opkikkertje, maar een neerwaarts kikkertje van alle negativiteit en al de ellende die er in de wereld is, van ziektemachten en oorlogsmachten en sadistische onthoofdingen. Het is een verschrikking. Daarom geeft het van de televisie krijg je haast nooit Gods woord te horen of te zien, behalve een enkele zender. Maar anders niet. Het gros van de mensen wordt altijd geconfronteerd, iedere dag opnieuw, met ellende. En ik kon, en broeders, zusters, daar mogen wij niet omheen gaan. Het is er. Maar God zegt ook in zijn woord, in deze eindtijd waarin we leven. Weet u wel, dat we in de eindtijd leven, alle ontwikkelingen gaan razend, supersnel ontwikkelingen. Kleine bedrijven die worden samengevoegd, worden hele grote lichamen. En dan zijn ze heel groot geworden en dan gebeurt er haast niks meer. Want dan is het als het ware een log lichaam geworden. Terwijl de kleinere bedrijven nog slagvaardig waren. Er was nog meer gevoel bij. En als het groot wordt, dan gaat het ook allemaal verzanden. Want we moeten ook weten dat we op weg zijn. We zijn pelgrimsbroeders, zusters. We zijn aan onze aardse levensreis zijn we bezig. Maar we hebben ook weer de bemoediging vanuit Gods woord. Dat is ook zo prachtig, hè. Dan moet u Hebreeën hoofdstuk 13, de versen 5 en 6. En daar staat heel duidelijk. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd. Ik zal u geen zins begeven. Ik zal u geen zins verlaten. En daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Oh, dat is toch een bemoediging vanuit Gods woord, broeders en zusters. Geweldig als je dat zo op je in wilt werken en tot je neemt en door de hemel stromen. God zal je nooit in de steek laten. En vele mensen die in enorme grote moeilijkheden verkeerd hebben, of met relaties waren, of met ziekte, of financieel, of wat dan ook. En die zullen later getuigen. En toch, God heeft me vastgehouden. Anders had ik niet meer geweest. Als ik ook God bescherming nooit gehad had in mijn 73-jarige levenstijdje, waar ik nu al heb mogen leven. En ik hoop toch nog langer zo in de Heer te verbonden te mogen zijn. Om hem te mogen dienen, hem te mogen grootmaken. Maar juist, broeders en zusters, heb ik de vorige keer ook over gesproken. Wij moeten niet, gelaten 6 vers 9, wij moeten niet te moede worden om goed te doen. Want als het eenmaal tijd is, dan zullen wij oogsten. Als wij niet verslappen. Dus daar heb ik weer mee te maken. Niet met gemakzucht, maar wel met gaan, arbeidzaam wezen, de Heer dienen. In Gods koninkrijk, broeders en zusters, is er niemand werkloos. Dat is apart. Echt niemand. Want zolang de Heer ons de liefdesadem schenkt, hebben we ook een stem van gekregen om hem ermee groot te maken, te getuigen en te verheerlijken. En daarom is het zo geweldig als je ook zo alles dat ook leest in Gods woord. Want wat ik ook al vertelde van die lofprijs, de kracht van stromen en de kracht van Gods liefde. Want in 1 Thessalonicenzen is ook een heel mooi vers. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, de versen 16 tot 18.
Verblijd u ten alle tijden. Bid zonder ophouden. Denk onder alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dus wij moeten altijd danken. Danken. Want we hebben de levenszaal ontvangen om hen erin groot te maken. En als we kijken in het licht van de eeuwigheid, broeders en zusters, is maar een peanuts, een aantal jaren dat we hier op aarde mogen vertoeven en mogen rondwandelen. Velen zijn ons voorgegaan. Mijn lieve vrouw is me ook voorgegaan. Mijn zoontje van 3 jaar is me ook voorgegaan. En ik mag nog hier ook door genade nog ook het woord brengen en van hem getuigen dat hij groot is. Want hij is overwinnaar en hij is degene, de Heer, die ook de kracht geeft aan zijn kinderen om in de moeilijkste omstandigheden toch stand te houden en vol te houden om te getuigen dat Jezus leeft. En daar is het zo geweldig als je ook zo leest, ook vanuit Gods woord. En we moeten ook zo bemoedigd worden, ook door, dat heb je ook weer, ja, ik gebruik veel bijbelteksten, broeders en zusters, maar ja, dat is zo belangrijk, want het is vast en zeker. En de Galaten 5, vers 22, u weet wel, de 9 vruchten van de Heilige Geest, die zijn liefde en blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid en trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Want we moeten onze Bijbel goed lezen. Want dat is onze leidraad voor ons leven. Als we dat tot ons nemen, iedere keer het levensboek van Gods woord, de Bijbel, dan zal de Heilige Geest die zat in ons hart openbaren. Dan gaat het leven. Je kan toch wel schatten dat je stukken in Gods woord gelezen heel veel jaren terug, die je gewoon las, ter kennis nam en deed niets. En je leest na vele jaren hetzelfde stuk. En ineens schrikt hij overeind en spreekt tot je hart. Nou, dat is het rema-woord wat ineens tot je hart komt. Dat is toch geweldig? En daarom moeten we altijd Gods woord lezen. Want wat we ook lezen ook van die vruchten van de Heilige Geest. Die zijn zo heerlijk, broeders en zusters. Want daarom die liefde en die blijdschap en die vrede en een paar vruchten ervan. Die kan je in de wereld niet ontvangen. Maar die geeft God rechtstreeks in zijn kinderen uit. Dat is toch bijzonder als je zo rijk gezegend bent. En dat heb je toch ook met kinderen die vertrouwen op de ouders. En die ontvangen ook, als goed is ook, ontvangen ze, vertrouwen ze ook op de ouders. En ze ook liefde zullen ontvangen. En ze ook eten en drinken ook zullen ontvangen. Want als we Gods woord ook zo tot ons nemen, dan zal de Heilige Geest onze gids zijn op onze aardse levensweg. Want we zijn op weg naar de eeuwigheid. En we hebben ook zo'n prachtig lied. Hè? Dat wou ik ook straks ook vragen of het even nog gezongen en gespeeld werd. Dat is straks ermee 498 van er is een stad met die gouden straten. Maar er zal geen rouw zijn. Er zal geen verdriet zijn. Er zal geen pijn zijn. Nou, en we hebben ook in de lofprijs ook een lied gezongen. Een heen wijzen naar de wederkomst, naar dat er ook die nood en die pijn en verdriet en dat ook allemaal ook zal verdwenen zijn als je daar naartoe leeft. Het is ook zo, broeders en zusters, al heb je toch allemaal moeilijkheden, maar we hebben zicht op een hemels vaderland, op een hemelse toekomst waar altijd vrede, liefde en blijdschap en waar geen pijn zal wezen, geen verdriet. Hoeveel mensen die horen niet, die ook met pijn geconfronteerd worden, heel erge pijnen zelfs. Want die ziektemachten zijn ook enorm, die op het ogenblik ook over heel de wereld ook gaan, op alle terreinen. Maar daarom moeten we zo dicht bij de Heer blijven. En weet je wat ook de bemoediging is ook vanuit Gods woord. Engelen, die zijn ons gegeven als dienende geesten om ons te omringen, om ons te beschermen, om met ons te zijn. Maar stel je vertrouwen op hem. Maar wat die tekst die ik net heb voorgelezen, ook van Hebreeën 13, dat hij altijd met ons, dat hij ons nooit zal begeven, nog verlaten, heeft ook te maken met geloof, broeders en zusters. Iemand die niet gelooft, zijn het woorden die niks doen bij hem. Maar als je gelooft in de Heere God, dat bij hem alles mogelijk is, en je leest dan deze woorden, dan spreken die echt tot uw hart. Hey, hij is altijd met me. Wat er ook gebeurt, al voel ik mij eenzaam.
Want ik las op in de krant ergens, ik geloof deze week, een week is van de eenzaamheid. Ja, en ik heb altijd veel gesproken juist, eenzaamheid, als de Heer door je, zo door je heen stroomt, dan ben je nooit eenzaam. Hij is altijd bij je. Amen. Wat zegt God in zijn woord ook? Wat twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik in de midden. Ja. Dus de Heer is in ons midden, hij is bij ons, met zijn Heilige Geest, met zijn engelen. Al zien we dat niet, maar dat is juist, we hebben te maken met de bovennatuurlijke wereld. Het zichtbare is tijdelijk, maar het bovennatuurlijke is onzichtbaar. Maar dat legt God in je hart, dat geloof en je heenwijzing naar die toekomst. En de Petersbrief is ook zo duidelijk, dat we ook nuchter moeten worden. Dat staat in 1 Petrus hoofdstuk 5. De versen 8 en 9, 1 Petrus hoofdstuk 5, 8 en 9. Word nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Zoek niet wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof. En dat hebben we nodig, broeders en zusters. Vast, volharden, vertrouwen, geloven. Niet zien de omstandigheden, al zijn ze nog zo moeilijk. Maar zie je altijd, richt je hoofd omhoog. En dan zegt God ook in zijn woord, richt je hoofd omhoog, want je verlossing komt eraan. En daar moeten we op naar kijken. En ook Romeinen 10 vers 9, het hele bekende bekeringsvers. Want indien je met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult gij behouden worden. Dat is toch grandioos om te staan? Dus wat je met je hart gelooft en met je mond beleid en uitspreekt. En dan zul je behouden worden. En dan mag je ook bij de Heer komen. Want we weten allemaal vanuit Gods woord. En er wordt liever niet al te veel over gesproken. Maar er zijn twee wegen. En dat is de hemel en dat is de Godverlatenheid, de hel. Er zijn maar twee wegen. En wie kies je? Zoals Jozua vroeger dit volk Israël zei, die murmureerde. Hij zei, ik en mijn gehele huis zullen de Heer dienen. Die stelde een daad, radicaal. En zo horen wij ook een daad altijd radicaal te doen. En te kiezen voor onze Heer Jezus Christus. Die moeten we aannemen. En die moeten we leiden met onze mond en ook getuigen en spreken. Want dat is, als je dat ook uitgedragen, en dan zul je de kracht ontvangen. De apostel Paulus heeft een geweldige tijd even meegemaakt. Die ene nacht toen in Filippi. Want toen kwam de overste naderhand. Die kwam smeken en vragen of hij alsjeblieft de stad wou verlaten. Want ze kwam erachter dat ze een Romein gegezeld hadden. Wat ze nooit hadden mogen doen volgens de Romeinse wetgeving. Een Romeins onderdaan geeselen. En toen kwamen ze ook bij de naam, toen kwamen ze ook naar hem toe. En ze vroegen hem, en ze smeekten hem zelfs, ga alsjeblieft uit de stad, want ze willen geen moeite hebben. Maar, wat is het geweldig, de apostel Paulus hier was, die gingen de weg met blijdschap, want er waren weer heel veel mensen, het hele gezin van die gevangenbewaarder, heel zijn gezin, was gered. Dat is toch geweldig, dat is oogst. En dat zeg ik ook zoveel, ook in de praktijk, want ja, dan ga je geen nooit aan laat om even te stoer te zeggen. Als wij zaaien of planten, moeten we nog een hele lange periode dat plantje verzorgen. Om en vertroetelen, met kunstmest en mest erbij brengen. En tot aan de oogst, maar dat duurt een behoorlijke lange tijd. Maar dan moet je volharden en dan mag je niet laten zitten. Nee, je moet volharden. Maar weet je waarom? Daarna ga je dan volhard om je oogst te blijven verzorgen. Hij ziet naar de oogst en oogst is heerlijk. En daar doe je het voor. En zo moet het ook in ons zijn. Als wij weten dat onze toekomst in de Heer verankerd is en verzekerd is, dan moeten wij ook met blijdschap, al hebben hier moeilijkheden, al hebben pijn, toch altijd zien, eens bij de Heer zal het geweldig zijn. En dan is alle pijn, alle moeite waar ik hiermee geconfronteerd word, die is weg. En weet je één ding, broeders en zusters, hij geeft de kracht om te overwinnen in Jezus' naam. En dan wou ik vragen of dat lied ook gezongen wordt. 498, er is een stad. En tijdens het lied mogen jullie ook naar voren komen die gebed nodig hebben voor genezing of voor bemoediging. Want de Heer is groot en hij is niet veranderd.
We mogen God dienen van wonderen en tekenen. Halleluja, glorie voor zijn heilige naam. Amen.